Goedemorgen allemaal. Ik ben er klaar voor en ik hoop jullie ook. Ik ga op dit moment het eerste nummertje trekken voor de wollige winter bingo. Ik ben eens benieuwd wat het gaat worden. En hierna ga ik jullie laten zien aan welk project ik ga werken. Oké, hier is de onschuldige hand. Het is gewoon die van mij. Ik weet nu niet of dat die zo onschuldig is. En ik heb hier een kaartje gepakt. En het is nummer 8. Zie ik al. Ik heb het nu even nog... met één hand is dat niet handig. Ja, nummer 8. Ik ga eens kijken op mijn lijstje welk project dat voor mij dan is. Ik heb me natuurlijk niet zo goed voorbereid. En mijn papieren liggen hier helemaal eronder. Nummer 8 is de drifterdeken. En die is ontworpen door Eva van Jenny's Eve. En het patroon wordt gefilmd door Vonne van Vonne's Creaties. Het is een haakpatroon en het is echt iets om al uw restjes op te krijgen, op te werken. Tof patroon. Leuk dat ik dat getrokken heb, dus daar ga ik de komende week volop aan werken. Ik post later nog een foto op Instagram van hoe ver ik nu ben en hoe ver ik na een week ben. En ik hoop dat daar een beetje verschil op zit. Het eerste nummer dat we getrokken hebben is dus nummer 8. En dat komt overeen met de drifter. Sjaal is het eigenlijk, maar ik ga er een deken van maken. Ik heb het hier liggen. Ik ben op dit moment aan het donkergrijzen. Ik heb hier nog een hele mand vol met restjes, met van allerlei soorten garens. Een beetje dunner, een beetje dikker, een beetje fluffy, katoen, acrylmix, enkel katoen. Maar ik weet niet of ik die daar wel ga indoen. Hier ook nog iets, daaronder zit nog van alles. Daar zit nu groene, die ga ik daar nu niet in doen. Ik denk dat dat niet zo mooi is. Ik ga het proberen te houden aan allemaal blauw en grijze kleurtjes. En wit, ja. Dank u. Ik heb hier ook nog wat garen met wat textuur. Een beetje zachter spul. Beetje, ja. Dus, zoals je ziet, van allerlei soorten. En ik ben heel benieuwd waar ik volgende week ga zitten. Ik denk dat ik nu, als ik zo kijk, één hand tot aan het blauwe daar ongeveer. Ja, ik denk ongeveer anderhalve hand heb qua lengte. Dus ik ben benieuwd waar we volgende week gaan eindigen. Tot dan allemaal. Dag.